3-1 overwinning vanavond op Excelsior voor de Graafschap. Philip Brittijn uit Winterswijk. Lekkere tweede helft gespeeld, hè? Ja, zeker. Een beetje onverwacht dat je er zomaar inkomt. Rick Dekker die raakt geblesseerd en ik kreeg te horen dat ik moet warmlopen. Dus dan ging ik er wel vanuit dat dat wel zou kunnen gebeuren. En dan dat je zo'n helft mag spelen met de volle Vijverbergen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch, hè? Ik heb heel wat clubs gehad. Bij elke club heb ik mezelf wel verder goed ontwikkeld. En nu bij Graafschap probeer ik dat nu ook steeds elke wedstrijd te maken. En elke dag stappen te maken om nog een betere speler te worden. Klein beetje nerveus van hoe gaat dit lopen. Want Excelsior is nog wel een lastige ploeg in de counter. En stond nog 0-0, kon van alles gebeuren. En, maar ja, zodra je het veld instapt en het spel begint, dan is het helemaal weg. En het is mooi dat je die 1-0 gelijk maakt. Je deed het goed. Ja, dankjewel. Ja, ging lekker. Ja, zeker. Ik had niet zo'n goed verwacht natuurlijk. Maar gewoon lekker balletjes afpakken, tweede ballen. En natuurlijk de goals meevieren is natuurlijk waar je het voor doet. Je ziet al gelijk dat zodra we even een bal verliezen, dat de supporters gelijk achter ons aan met ons meejuichen. Zodra we de bal veroveren, dat geeft je ook een boost. Want zodra jij één keer de bal verovert nadat je bal hebt verloren, dan ga je het nog een keer doen. Omdat je weet wat voor supporters achter ons staan. Dan met de kans die we ook hebben gecreëerd, daar krijg je ook je supporters zeker mee. Dat is heel snel gegaan voor mij. En als je dan zo, ik keek nog even rond, die volle Vijverberg, dat is wel waar je van droomt als kind natuurlijk.